Hey, hallo en welkom bij alweer een nieuwe weervideo. Nog niet zo heel lang geleden, een dikke week geleden, had ik het erover dat de westcirculatie maar niet tot een eind wou komen en dat de ligging van de straalstroom de grote schuldige was aan het feit dat de ene na de andere regenzone tot bij ons kwam. En kijk, we zijn een goede 1-2 weken verder en het patroon gaat om. We hebben de eerste lentedagen in de verschiet liggen. Vandaag was al een beetje een betere dag, maar de komende dagen wordt het nog beter. We kunnen zelfs tegen het midden van de week richting de 15 graden gaan. Dat heeft alles te maken met een totaal veranderd stromingspatroon. De westcirculatie die is tot stilstand aan het komen. Hoge drukgebieden zijn zich tussen de depressies door aan het wurmen en die gaan het binnenkort helemaal alleen voor het zeggen hebben. We gaan eens kijken naar de weerkaarten, hoe een en ander aan het draaien is en wat we de komende dagen nog kunnen verwachten. En oh ja, voor ik het vergeet, als je deze video leuk vindt, geef een duimpje omhoog. Als je nog geen abonnee bent, doe dat dan. Druk op de rode abonneerknop en druk ook op het belletje. Dan krijg je telkens een update als ik een nieuwe video post. Zo, laat ons nu eens naar die weerkaarten kijken. Ik heb net als de vorige keer, trouwens als je nog het vorige filmpje wil zien, dan hoef je maar te klikken op de i hier rechtsboven en dan kom je daarop terecht. Maar ik had de vorige keer een aantal weerkaarten uitgeprint, onder andere een pluimverwachting. Wel, ik heb die nu weer opnieuw bij mij. Ik heb een pluimverwachting van het Europese model en van het Amerikaanse model. En daarop kunnen we heel duidelijk de weersomslag zien waar we in terecht gekomen zijn, namelijk droog, zonniger en vooral ook een tikkeltje warmer weer. Om niet te zeggen, heel voorzichtig, de eerste lentedagen. Dit is de pluimverwachting van het Europese model. Je ziet hier onderaan de dagen. We vertrekken vandaag maandag de 16e tot maandag 30 maart. Wat je hier ziet is eigenlijk een temperatuursverloop voor de komende dagen. De rode lijn is de operationele verwachting. De groene lijntjes zijn gestoorde verwachtingen. De blauwe is de controleverwachting. De eerste dagen zien we duidelijk dat de temperaturen oplopen. Voor morgen bijvoorbeeld kunnen we al voorzichtig naar een 13, 14 graden gaan. Woensdag zou dan de beste dag worden met zelfs maxima in de buurt van, wie weet, hier en daar 16, 17 graden. Daarna zien we duidelijk een terugval, een dip. Donderdag, vrijdag, dan zou de temperatuur toch een stukje lager komen. Dat heeft te maken met het feit dat we wisselen van hoge drukgebied. Waarna dan in de dagen nadien de temperatuur opnieuw fors de hoogte ingaat. Er zijn zelfs enkele lijntjes die in de loop van volgende week richting de 20 graden gaan. Wat verder nog opvalt, dat is de neerslagverwachting. Die zien we hieronder. Wel, je ziet enkel nog eigenlijk in het begin een klein beetje neerslag, maar die is er niet gekomen. En voor de rest is de pluim eigenlijk vrij droog. Het zou zelfs best wel eens kunnen dat we tot en met het eind van de maand nog maar weinig of zelfs helemaal geen neerslag meer krijgen. Dat is het Europese model. Het Amerikaanse model zit hierachter. Dat toont eigenlijk een vergelijkbaar beeld. De eerste dagen zien we de pluimverwachting richting de 15 graden gaan. Dan een tijdelijke dip vanaf donderdag naar het begin van het weekend toe. En daarna opnieuw verzachten. Met zelfs mogelijk ook volgende week een paar lijntjes die richting de 20 graden gaan. Ook hier zien we dat er amper nog neerslag valt tot aan het eind van de maand. En dat heeft te maken met hoge drukgebieden. Dat gaan we nog even op een weerkaart bekijken. Dit is de weerkaart voor morgen, dinsdag. Hier zien we duidelijk dat een hoge drukgebied vanaf de Azoren richting Frankrijk en onze omgeving schuift. Pas op, er liggen nog een paar storingen dicht in de buurt. Die zouden dus best nog wel een aantal wolkenvelden kunnen genereren. Maar dan zien we, als we naar de volgende dagen toe gaan, hier zitten we op woensdag 0 uur, woensdag 12 uur. Je ziet dat front, dat blijft wel dichtbij liggen, maar er liggen heel veel hoge drukgebieden boven Europa. Merk ook op de oceaan vormt zich een nieuw, heel stevig hoge drukgebied en dat blokkeert eigenlijk de volledige westcirculatie. Nieuwe storingen kunnen voorlopig niet vanaf de oceaan dichterbij komen. Kijken we nog wat verder, dan zien we dat hoge drukgebied zich totaal over de Atlantische Oceaan gaat leggen en op termijn schuift het zelfs richting de Britse eilanden en Scandinavië. Daardoor kan dan in de tweede weekhelft met een wat noordelijke wind, want rond een hoog waait de wind in wijzerzin, wat koelere lucht binnenkomen. Dat is dan vooral die dip van donderdag, vrijdag, begin van het weekend. Maar daarna schuift dat hoog door richting Europa en zouden we dan volgende week met merkelijk hogere temperaturen kunnen te maken krijgen. Kort samengevat dus, we zijn de week vandaag begonnen met een beetje lente. De komende dagen wordt het nog een beetje meer lente, met vooral dinsdag en woensdag redelijk brede zonnige periodes. Vooral woensdag zou de meest zonnige dag kunnen worden met temperaturen die zelfs richting de 15 graden en iets hoger zouden gaan. Dat zou dan de echte eerste lentedag betekenen. Donderdag, vrijdag wordt het wat koeler, omdat we dan met een wisseling
wissel van een hoge drukgebied te maken hebben. Het ene hoge drukgebied maakt plaats voor het andere. Dat schuift vanuit het noorden dichterbij. En tussen beiden zit een zwakke storing. Dus misschien donderdag, vrijdag ergens een drupje regen, maar ook niet meer dan dat. Wel een overgang naar een koeler weertype. Voor donderdag, vrijdag maxima die terugvallen op 11, 12 graden. Ook in het weekend zou een graad of 12 het hoogst haalbare zijn met een wat schrale noordoostelijke, oostelijke wind. Misschien vriest het dan in de nachten zelfs een graadje. Het zou best kunnen. Het zal helder zijn. De lucht is van oorsprong vrij koel dan. Maar overdag heeft de zon genoeg kracht om daar aangename dagen van te maken. Begin volgende week zou dan die wind verder naar zuidoost-zuid draaien. En zou het kunnen dat we volgende week de hele week lang met lentetemperaturen te maken hebben. Wachten het even af. We houden een kleine slag om de arm. Maar het ziet er dik naar uit dat er in maart weinig of geen regen meer aan te pas zal komen. Zo. Dat was het dan. We kijken uit naar die eerste voorzichtige lentedagen. Vond je de video leuk? Geef hem een duimpje. En vergeet niet om te abonneren. Het is helemaal gratis. Tot de volgende keer.